Hey mensen, we gaan aanbellen. Dat hadden ze vroeger niet, hè? Wat bijzonder. Oh, het huis daar. Oh, wauw. Ik weet natuurlijk niet of ze thuis zijn. Wat zien we zo? Oh, wauw. Als kind heb ik hier ook gelopen. Ik ben benieuwd. Oh. Goedendag. Hallo, goeiedag. Kent u mij nog? Nee hoor. Heeft uw vrouw verteld dat ik gisteren langs zou komen? Oh, u ziet er nog hetzelfde. Ja, u bent natuurlijk wel ouder geworden, maar... Wat ben ik? U bent wel ouder geworden, maar u ziet er nog steeds wel hetzelfde uit als vroeger. Oh, toch wel? Jawel, herkent u mij nog? Nee. Oh, ik was de oudste kleindochter van Barbara. Ja. Monique, ik heb toen nog in die fase waar gewoond met Kees. Ja. Weet je nog, in de laatste fase dat mijn oma nog leefde, toen u haar hielp met het papierwerk. Ja. Toen woonde ik even in. Toen ben ik daarna nog een keer bij u in huis geweest toen ik verdrietig was over mijn oom, weet u? Oh, dat weet u ook niet meer. Ja, meneer, u leeft al zo lang, hè? Ik ben aan het filmen, maar niet u. Ik ben even mijn leven een beetje aan het filmen. Heel korte stukjes, hoor. Maar ja, is uw vrouw thuis? Ja, die is thuis. Ja, mag ik binnenkomen even? Oh, het lijkt me leuk om ook even weer van oude verhalen kort even te horen van mijn opa en mijn oma. Ja, als u dat wilt delen. Hebben jullie tijd? Komt het wel gelegen nu op dit tijdstip eigenlijk? Heel even. Dat is helemaal super, dank u wel. Oh, want hoe lang doet u ook alweer de bijen? Bijen? Dat doe ik al meer dan 40 jaar. Oh, wauw. Oh, mensen. Oh ja, ik herinner mij nog trouwens dat u ons meenam. Om te kijken, ja, voor de bijen. Mooi. Oh, leuk, dank u. Oh, wauw, dank u wel. Bijzonder. Kan ik mijn tas even hier zetten? Ja. Oh, dank u wel. Oh, fantastisch. Oh, hallo Corrie. Hoi. Hoi. Daar ben ik weer. Ja, ik ben wel aan het filmen. Die doe ik zo wel even uit. Maar ik film niet jullie hoor, mezelf. Okay. Oh, wauw. Bijzonder. Oh. Is het hier... Hadden jullie andere tafeltjes dan eerst toen wel, toch? Dan vroeger? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel, ja. Aan de tafel halen, ja. Oh, wauw. Ja. Bijzonder. Ja. Oh, het huisje. Ja. Wat leuk, oh. Weet u, gisteren was ik bij de andere buren. Ja. En ook al is het huis er niet meer, als je toch in de ruimte komt, dan voelt het weer toch hetzelfde. Het zijn dezelfde woningen. Ja, hè? Dus, ja, want hoe lang, anders aangekleed, maar... hoe lang zitten de huizen hier eigenlijk? 74, 74 denk ik. 74. En hiervoor, wat was hiervoor dan? Stonden hier toen geen huizen? Nee, er stond toen niks. Helemaal niks? Nee. Oké, en hebben jullie dan, wisten jullie van de geschiedenis van daarnaast, wat de buurman had verteld? Over de kluizenaar? Wist u daarvan? Nee, dat is al heel lang geleden. Maar klopte dat wel? Hier ergens ligt een waterput en je vond wat stenen en dergelijke, maar voor de rest niks. Oh ja, dat was een waterput. We hadden toch ook een waterput in onze tuin daar, of was dat hier? Hier. Wij hebben een waterput. Oh, mag ik even zien? Is dat daar? Ja, ga maar kijken. Oh, dank u wel. Ja. Dank u. Oh, dank u. Ja. Je opa had gemetseld, dus... Oh, echt? Is dat de waterput? Oh, wauw. Oh, ja, wauw. Dat is niet die waterput die we bedoelen. Nee, dat klopt, maar die mijn opa had gemaakt. Ja. Maar die andere waterput die u bedoelt, die staat er ook nog. Nee, die ligt ergens onder de grond. Oh, ja. Oh, wauw. Waarom ligt die onder de grond dan? Ja. Was dat? Toevallig, omdat het met de droge is de grond gezakt en we zijn van tegen gekomen. Ah, vandaar. Oh. Ja, er helemaal tussen de struiken. Oké, wauw. Dit heeft mijn opa dus helemaal gemetseld. Ja. Wauw, het ziet er zo stevig uit. Alsof het nog helemaal nieuw is. Wauw, de waterput. Mag ik erin kijken? Of hoe... die kant? Wauw. Oh ja. Wauw. Fantastisch. Dank u wel. Oh, het kaboutertje. Wat leuk. Oh, is er veel veranderd hier in... Nee, hier is niks veranderd. Nee? Bomen zijn groter geworden, maar verder is niks. Ja, ik vroeg me af, die berkenbomen. Aan die kant staan er twee. Stonden die er al toen al? Ja. Oké. Wauw. Hebben ze veel nieuwe bomen geplaatst hier? Nee, gewoon in dit, bij mijn opa daar? Daar zijn er ook nieuwe bomen geplant. Die heb ik zelf gehad. Nico, oh, ja, ook, zelf alleen met die storm, een jaar of 5 geleden, zijn er hier een stuk of 10 omgewaaid.
Wauw. En daar stond helemaal dicht bij bomen, is allemaal omgewaaid. Wauw, en gelukkig niet bij jullie in het huis. Nee, niet op het huis. Kunnen jullie nog herinneren dat toen wij klein waren, dat er toen een boom in het huis gevallen was? Ja. Oh, weet u? Een storm. Ja. Dat was bij jullie op de dakrand. Ja. Ja. En Nico, die wou hem toen in de storm, dat weet ik nog wel, wou hij hem weghalen. Echt? Ja, en toen Kees en Jess, denk ik, hè? Die van, doen niet zo dom, nou in die storm. Toen heb je het toch niet gedaan. Maar dat weet ik wel. Oh, bijzonder. Ja. Hoe hebben ze het uiteindelijk toen opgelost? Ja, ik denk dat er toen iemand is geweest. Ah, van weet ik niet meer. Of van het waterschap. Dat weet ik niet meer. Wauw, bijzonder. Ja, dat weet ik niet. Ja, mijn zusje lag toen te slapen op de kamer. Ja. Oh, wauw. Dus maar over dat waterput was er nog meer. Maar dat van die meneer van die, ja, de waterput. Wat hadden ze nog meer gevonden? Waar was het? De bunker was aan die kant, zeiden ze. Klopt dat? Dat weet ik. Ik weet het niet. Daar weet ik helemaal niks van. Ik heb er ooit van gehoord. Ja? Wel, maar ik verder weet ik het niet. Bijzonder dat de mensen daar niet zoveel van af weten. Ja, maar dat was ook al voordat de woning stond. Ja. Hè? Dus, ver voordat de woning stond. Oh, ver. Hoeveel jaar of voor ongeveer, denkt u? Ik zou het niet weten. Wat? Ja, ik weet er niks van. Dus, Oh ja, dat is logisch natuurlijk. Ja. Oh, maar als kinderen speelden wij ook aan die kant, toch? Ja. Ja. Wij hebben echt heel de terreinen. Ja. Gespeeld. Ja. Oh, en de hekken van de waterzuivering, dat is wel veranderd. Want dat was eerst anders, toch? Het hek aan die... Ik was even een stukje gelopen naar die kant, die route net. Nee. Die deur, die poort was anders vroeger, toch? Was die niet wat breed? Of was het wel dezelfde hek? Hetzelfde. Oh, bijzonder. Ja, kleiner. Ja, dan, inderdaad. Toen leek het groter. Toen leek het groter. Oh, wauw. Nee, die hekken zijn allemaal... Dat is niks anders gebleven. Alleen, ja, deze hekken dan. Ja, precies. Daar zei jij al van, ja. Dat was anders. Ja, dat was het touwtje vroeger. Ja. Oh, wat deed u dan eigenlijk vroeger, uw beroep? Toen was ik gewoon thuis. Ah. Zorgde ik voor de jongens. Oh, mooi. Ja. En daarna bent u nog Daarna ben ik op de rioolwaterzuivering excursies gaan geven. Oh, mooi. En wat voor excursies? Nou, voor jeugd vooral, maar ook voor ouderen. Mooi. Om te laten zien hoe daar zo'n rioolwaterzuivering werkt. Mooi. Ja. Wat leuk. Ja. Oh. En u, want werkte u nou ook voor de waterzuivering? Eigenlijk alle drie huizen, ja, want dit was... Ja, dat kon je hier niet wonen. Inderdaad. Toen Nico, daar woonde niet meer. Want Nico was niet per se, had niet al die dienst van de zuivering. Nou, helemaal die... Voorheen. Die werkte toch ook al zo. Ja, dat klopt. Het was alleen mensen die op de zuivering. Ja, het waren officieel dienstwoningen. Ja. Mooi. Ja. En u, wat was, als ik mag weten, wat was uw functie dan bij de waterzuivering? Ik heb er heel gehad. Ja? Ja. Leuk. Waar bent u begonnen? Ik ben begonnen als onderhuismonteur. Oh, mooi. En tot waar heeft u zelf... En ik ben als bestuurderstechnieker ben ik weggegaan. Mooi. Ik heb alles geautomatiseerd. Dus, netjes. Ja. Wijze mannen. Oh, wauw, mooi. Wat bijzonder. Ja. Oké, okay, leuk. Okay, en ik kom wel misschien nog een andere keer over de verhalen. Want ja, heel kort even zeiden jullie over van mijn opa. Voor dat keer. Of ja, is er nog iets bijzonders wat jullie misschien nog weten? Of wat jullie kunnen delen? Ik weet het. Het was een beste lieve man. Ja. Maar ik zeg zuster al. Hè? Ja. Een nieuwe balster in de blankpit. Klopt. Ja. Inderdaad. Ja. Ja. Maar hij stond wel altijd voor klaar. Als er wat was op de zuivering, dan... Ook hier, en of je nou tot zover in de stroom stond, het maakte hem niet uit. Maar hij heeft ook de vijver gebouwd. De vijver had je ook. Echt? Ja. Oh, wauw. Ja. Ik heb scheuren. Echt? Ja, ik zie het. Ik heb hier alles meer op. Oh, echt? Waar is oh, daartussen, inderdaad. Wauw, dit heeft mijn opa gemaakt. Wat leuk. Ja. Ja, maar dat waren de mooie dingen natuurlijk. Maar de pijnen, ja, van mijn oma. Dat hebben jullie dan ook... Ja, dat deelden ze niet, hè? Oma was, vooral toen Nico is overleden, was het gewoon een hoopje ellende. Klopt. Het was gewoon een hoopje ellende. Ja, dat is echt erg. En ja, ik heb altijd nog gezegd van... Het was fijn voor haar dat ze niet meer zo lang geleefd heeft. Ja, dat zei ik ook. Ja. Inderdaad. Ja. Al die pijnen, ze voelden zich helemaal alleen. En Kees was geen lievertje. Klopt. Daar had ze ook heel verdriet van. Hadden mijn opa en oma veel ruzie? Vroeger? Ja, toen. Ja. Kregen jullie daar wel mee? Nee, niet echt. Ze hield alles binnen huis, ja. Ja. En Kees, want was Kees, was mijn opa al ook vanaf kind niet aardig tegen hem toen hij geboren? Ja.
Want... weet niet of Nico niet aardig tegen Kees was. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nico is mijn ik denk dat hij wel meevalt. Ja. Wauw. Ja. In huis was het heel anders. Misschien. Dat is bijzonder. Ja. Ja. Wauw. Ja, meestal, hè? Maar ja, Kees is binnen de muren. Ja, dat is echt, hoor. Op het verkeerde pad geraakt. Ja, dat klopt. Ja, dat is... Dat is gewoon heel erg dat er gebeurd is. Tuurlijk. Ja. Ja. Ja, in huis was het niet veilig. En dat lieten ze nooit zien. En dat heeft mijn moeder toen ook meegenomen. Nou, wat ja. Ik denk, maar ja? Ik heb het nooit gezien. Ja. En van Nico weet ik niet, maar ik denk dat ze van Kees heel bang was. Ja? Toen Nico er niet meer was, toen was ze van Kees volgens mij heel bang. Ja? Waarom dan? Wat denkt u? Waarom? Weet ik niet. Ik heb het nooit gezien, maar we hebben ze ooit gehad met de auto, hè? Ja. Ze had nog soms een klein autootje. Ja, die Twingo. Ja, kan goed. Was ja. Twingo. En Kees had ook een paars. Auto. Paars, toch? Dat zou goed kunnen. Ja, paars. Kees had ook een auto. Ja. Die had je op een gegeven moment in de bak gereden. Ja, dat weet ik nog. En goed, dat oké, kan gebeuren. Ja. En toen gebruikte hij heel veel mama's auto, zeg maar. Ja, dat weet ik nog. Ook niet erg. Klopt. En toen op een gegeven moment toen moesten we naar het ziekenhuis. Dan ging ik met Babs mee naar het ziekenhuis. En toen komt hij beneden, Kees. En toen zei ja, dat gaat helemaal niet. Ja, hoezo kan hij? Ja, ik heb de auto nodig. Wauw. Zo, weet je wel. En Babs, die zou dat gedaan hebben. Terwijl ja. Ik zei, nee Kees, wij hebben de auto nodig. Het is de auto van jouw moeder. Tuurlijk. Jij gebruikt hem. Klopt. En je hebt de fiets. Precies. Ja. Ja. En ik denk, als ik er niet geweest, dat denk ik ook. Ja, geloof dus maar. Als je gezegd had, nou, neem me maar, ik ga wel niet naar het ziekenhuis. Ze was te goed, ja. Denk het. Ja. Te goed, te ja. Goed. Ja. Wauw. Die dingen die ja, herinner ik me nog wel, weet je wel. Ik denk ook, mijn opa had heel erg gezag. En dat heeft mijn, ja, en dat heeft... Heeft hij dus uiteindelijk in zijn ziektebeeld, Kees, bij mijn oma gedaan dat ze daarom bang was. En omdat hij te ver in zijn psychie, te ver was, was hij eigenlijk niet meer ja, redbaar. Want de buurvrouw zei eigenlijk, Kees had gewoon de juiste begeleiding nodig. Hij was gewoon niet meer zichzelf. Ik snap wel dat oma bang was uiteindelijk, maar ze vertelde het niet. Nee. Maar ik merkte dat zo. Wauw. Hoe merkte dat aan haar dan? Nou, dat ze dat dan gewoon gedaan had. Dan had ze gewoon... Dat ze zich een beetje onderdanig voelde. Ja, dat inderdaad. Ja. Heb ik het idee, hoor. Ja. Heftig, hoor. Ja. Wauw. Ja, dat was echt de case. Babs was gewoon de laatste jaar. Was een hoopje ellende. Klopt. Ja. Want toen is ze nog verhuisd. Ja, bij de Heikant. Ja. Toen heeft ze daar echt een aantal maanden maar gezeten even. Ja. En ik weet nog dat ik daar mijn oma op kerst had gezien. Had ik haar bezocht nog. En toen zei ze, ja Kees komt straks. Maar ik weet niet of hij geweest is. Nee. En toen de volgende dag was ze overleden. Ja, was toen net... Ja, met kerst, ja. Ja. Ja, ik weet nog die fase. Ja. Wauw, bijzonder. Ja. Dank je.